Daar komen de ploegen van Marco van Basten en Guus Hiddink het veld op. Nederland tegen Rusland met als inzet een plaats in de halve finale van dit prachtige EK. Nederland meteen in de aanval, de Russen onder druk gezet. En Nederland creëert kansen en daar is de eerste goal gescoord door Wesley Sneijder. 1-0 voor Nederland. Het is tevens de ruststand. En in de tweede helft zullen de Russen vol aan de bak moeten om langs Nederland te komen. Rusland zoekt ook de aanval. Nederland de mindere in de tweede helft. De Russen krijgen kansen en daar is de gelijkmaker gescoord door Arshavin. En daar is het eindsignaal. En dus gaan we penalties nemen en wordt het razendspannend. Eerst Rusland met Arshavin, maar Van der Sar stopt de strafschop. En dan kan Ruud van Nistelrooy Nederland naar de halve finale schieten. Ruud van Nistelrooy, hij doet het! Nederland wint na penalties en bereikt de halve finale van dit EK.